Hallo allen en welkom alweer bij deze vijfde hints en theorieën video van De Mol België. Als je hier nieuw bent, abonneer dan zeker even op mijn kanaal. En dan zeg ik, laten we maar snel beginnen met de top 5 hints en theorieën van aflevering 5. Hint nummer 1. En deze gaat over de eerste opdracht met het aquapark. Als we gaan kijken naar de letters die de kandidaten als allereerste pakken, dan zien we dat Anke de letter A van het woord saboteur pakt. Ze pakt hier dus eigenlijk haar eigen beginletter. En dat is ook weer een reden, misschien om als mol zijnde, dat je je eigen beginletter pakt. Omdat je denkt, hey, ik ben saboteur A, dus de mol. En als we nog verder gaan kijken, dan heb ik nog een kleine bijzet hint. En die hint vind ik wel veel sterker dan die van Anke. Als we namelijk kijken naar het woord saboteur, dan zien we alle letters van de kandidaten, alle beginletters. De S van Sven, de A van Anke, de B van Bert, de O van niemand, de T van niemand, de E van Emanuelle, de U van Uma en de R ook van niemand. En de enige die zijn beginletter niet in het woord saboteur zit, is die van Jens. Hiermee kan de productie ook gedacht hebben van, goh, we halen Jens gewoon lekker uit dat woord. Een goede hint, wie weet. Hint 2 gaat ook over de eerste opdracht. En daar zien we namelijk dat de vriend van Anke bij de koker staat, die toen op de grond lag. Je weet al bij dat precies dat shot. Dat die vriend van Anke daar stond. En dat Gilles van tevoren ook zei dat daar een koker op de grond lag. En de vriend van Anke wist niet wat het geldbedrag was. Wat die koker waard was. Een tijdje later zien we dat iemand anders. Was volgens mij een vrouw. Ik weet niet wie precies. Maar die zien we op diezelfde plaats. Alleen in een andere camera opzicht. Want je moet eigenlijk denken van, goh, ik kijk nu naar jullie. Daar ligt die koker. Maar dan zitten ze eigenlijk schuin. Schuin tegenover die koker. Daarvan kwam iemand anders, die vrouw, lopen. En toen stond de koker, die op de grond lag, waarschijnlijk, op de 1000 euro. Wat kunnen we hier dus uit leiden? Nou, we zouden hier heel goed uit kunnen leiden dat de vriend van Anke die koker van de grond heeft geraapt. En die vervolgens op het 1000 euro heeft neergezet. Want misschien wist hij wel van, goh, hij is 10 euro waard. Of misschien, om zichzelf minder verdacht te maken en daarmee ook Anker minder verdacht te maken. Het was in ieder geval heel opvallend dat die koker op de grond lag. En daarna ineens pakt iemand anders de koker op precies dezelfde plek. Terwijl hij rechtop staat op het 1000 vakje. En dat is ook zeker een heel scherp detail die we de komende aflevering ook in de gaten moeten houden. En vooral ook Anke in de gaten moeten houden. Hint nummer 3. Deze gaat over het moment na de eerste opdracht. Hier krijgen de familie of vrienden van de kandidaten de vraag of een van die kandidaten de mol is. En het valt op dat bij 3 van de bezoekers, dat 3 van de bezoekers niet expliciet, dus echt heel erg, nee zeggen op de vraag of zijn of haar vriend, familie, kandidaat is of mol. En dit is het geval bij Emanuelle, bij Sven en bij Anke. En die geven niet echt expliciet, dus echt antwoord op de vraag of zijn of haar vriend of vriendin of familie, broer, weet ik veel, of die de mol is. En dat is natuurlijk ook heel verdacht, want daarmee scherm je dus eigenlijk de kandidaten af van het echte antwoord. We hebben 3 kandidaten die wel het echte antwoord zeggen, de familie of vrienden daarvan. Die zeggen namelijk van, nee, Bert is niet de mol. Uma is niet de mol. En bij Sven, Manu en Anke is dat dus niet zo. En dat is zeker, dat vind ik zelf heel erg verdacht. Hint nummer 4. En deze gaat over de opdracht met de geweren. En dit is een anti-mol actie naar Emanuelle. Emanuelle zorgt er namelijk voor dat in deze opdracht heel veel geld wordt verdiend. Door de juiste mensen niet af te schieten en de mensen met pasvragen wel af te schieten.
Dus dat vind ik sowieso al meteen een hele goede anti-moe-actie naar haar. En daarnaast brengt Anke 2000 euro in de pot. Maar, zoals Uma ook zei, tijdens de test wisten ze dat waarschijnlijk Manu iedereen zou afschieten. Waaronder zij. Dus wat nou als Anke had gedacht van, goh, ik ga me een beetje verdacht gedragen. Dan zou ze me wel afschieten. Maar uiteindelijk is dat niet gebeurd en Anke heeft 2000 euro in de pot gegeven. En na de opdracht werd ze ook een beetje chaotisch en werd ze een beetje boos. Dus dit kan waarschijnlijk ook wel een hele goede anti, nou ja, een anti-molactie, een mislopende molactie zijn geweest van Anke. Hint nummer 5. En deze gaat ook over de opdracht met de geweren. En deze gaat over Anke en in het specifiek over haar koffer die ze bij zich heeft met het geld. Daar ligt namelijk het kaartspel ook in. Waarom zou je als kandidaat dat ene kaartspel waarmee je die toren moest bouwen ook in je koffer leggen? Om vervolgens deze in te leveren. Voor geld of voor pasvragen of iets. Waarom zou je dat doen? En om daar nog even op meer op in te zoomen. Er lag een jokerkaart als enige van het hele kaartspel zo naar boven dat je de joker kon zien. Dan kan het dus ook heel simpel zijn. Anke is misschien wel de joker van dit seizoen. Want ze kan kandidaat spelen, maar ze kan ook mol spelen. En dit vond ik een hele goede theorie ook van mollenjagers op Instagram. Nou, dan was dit ook weer de video. De vijfde hints en theorieën video was het alweer. Dus abonneer zeker als je hier iets van hebt gehad. Als je iets van deze 5 hints en theorieën, als je daar iets aan hebt gehad. En dan zie ik jullie natuurlijk ook weer de volgende keer. Laters.